Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 26 april van Weerplaza. De feeststemming zit er al aardig in, de vlaggen hangen al uit. Vandaag was het een wisselvallige dag, vanuit de lucht zag het er zo uit in onze omgeving. We hadden te maken met een stroming vanuit het noordwesten en daar hebben we ook het komende etmaal mee te maken: met aanvoer van onstabiele en koude lucht, waarin buien kunnen ontstaan. Die trokken vandaag ook van het noorden naar het zuiden over het land. En bui en bui is kans op hagel en onweer en lokaal dan eventjes stevig wat regen. Maar de meeste buien en wolken zullen in de loop van de avond met het dalen van de temperatuur gaan verdwijnen. Het wordt een heldere avond en de wind die zal geleidelijk aan gaan wegvallen landinwaarts. En vannacht is het dan helder en koud. Het koudst is het tussen vier uur snachts en half acht in de vroege ochtend. En dan kan het op veel plaatsen aan de grond licht gaan vriezen. En ook op neushoogte ligt de temperatuur, vooral landinwaarts, net een paar graden onder nul. In de kustgebieden valt nog wel een enkele bui, maar verder is het overal droog en helder. En morgen ontstaan in de loop van de dag met het oplopen van de temperatuur opnieuw wolken en een paar buien. Landinwaarts met kans op hagel en onweer, maar tussen de buien door is er ook wel ruimte voor de zon. De wind is zwak tot matig vanuit het noordwesten en draait in de loop van de dag naar het westen. En het wordt in de middag 8 graden in Den Helder tot 10 of 11 in het zuidoosten van het land. Later op de dag zien we vanuit het westen wat meer bewolking binnendrijven en gaat het vooral in het noordwesten van het land bewolkt raken met soms wat regen. In het zuidoosten verdwijnen dan juist de meeste buien. Dan hebben we vrijdag iets hogere temperaturen, 12 graden in de middag. En daarmee is het minder koud dan de afgelopen dagen. Er staat niet al te veel wind. Er zijn wolkenpartijen, maar soms komt de zon er ook bij. En lokaal kan er een enkele bui vallen. Van het weekend gaat het de goede kant op met de temperatuur. Op zondag wordt het 16 tot 18 graden. Het is vaak droog, maar lokaal is nog wel een enkele bui mogelijk. En volgende week, dan zitten we aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. De temperatuur ligt in de middag tussen de 15 en de 20 graden. Het is vaak droog. Verspreid over de dag kan er misschien een enkele bui vallen. Maar het ziet er in ieder geval beter uit dan de afgelopen week. Ik ben Diana Voije van weerplaza.nl.